Ook een vraag voor prinses Alexia. Het is nog vroeg misschien om te zeggen, maar misschien heeft u er al wel over nagedacht. Wat ziet u voor uzelf voor toekomst binnen de monarchie? Ja, kijk, tuurlijk, mijn zus stapte over een hele lange tijd in een hele grote rol. En dan is wat mij heel belangrijk lijkt, is dat ik haar steun, zowel Ariaan als ik. Dat wij haar steunen waar dat moet en waar dat kan. Maar ik heb natuurlijk ook mijn eigen ambities, waar ik zeker ook achterna ga. Wat zijn die ambities dan, als ik vragen mag? Dat is heel veel. Heel veel, heel veel. Ja, ziet u dan een model voor u zoals bijvoorbeeld prinses Margriet of prins Constantijn? Misschien prins Harry? Nou, dat is een beetje... ik denk dat het te vroeg is om dat nu nog te zeggen. Is het nog een heel tussenjaar ervoor? Ja, is nog heel tussenjaar, heel hele lange tijd zit daar nog tussen. Dus... Je overschat zich hoeveel we erover nadenken. Ja, precies. Welke onderwerpen zou je dan waar je zich op vast zou willen bijten? Dat weet ik nog niet helemaal. Hangt ook van je studie. Het hangt ook heel erg van mijn studie af. En mijn studie hangt heel erg af van mijn cijfers die binnenkort binnenkomen. Dus voordat ik daar een keuze op ga maken, moet ik eerst even mijn cijfers afwachten. Mevrouw Hofwijzer.